Hij is helemaal zen, die gozer. Helemaal zen. Helemaal kantonees. Wat eten we vandaag, Per? We eten vandaag koe lo yuk met ananas en witte rijst. Hartstikke lekker Chinesie. Echt te gek, dat is mijn favo. Ja, ook die voor mij. Ja. Wat hebben we nodig voor de koe lo yuk? We beginnen met een halscarbonade, een mooi dik stuk. Die gaan we marineren in de sesamolie en zoete soja. We gaan ze dadelijk frituren in de zonnebloemolie en de maïzena. We marineren hem nog met een beetje gemberpoeder. En voor de rest hou ik me bezig met het garnituur door de saus. En dat is groene paprika, witte ui, natuurlijk knoflook en natuurlijk een mooie dikke vette ananas. Nederlands favoriete saus, zoetzure saus. Die kan je natuurlijk kant-en-klaar kopen. Wij gaan hem zelf maken. En wat heb je daarvoor nodig? Onder andere ketchup. Ik heb hier wat gembersiroop, suiker, azijn, zuur. Op smaak maken met wat kippenbouillon. Een beetje gemberpoeder. Om hem wat dikker te maken, maken we een maïzenapapje. En dan is die helemaal top. Ik ben één dingetje vergeten. Dat is natuurlijk gewoon witte rijst. Die gaan we erbij koken in de rijstkoker. Dus zullen we gelijk beginnen? Ja, dit is van 0 naar 100. Ketchup? Vertel, hoe kan het nou? Ketchup is de basis van zoetzure saus. Dat is de key. Het is tomaatsaus, maar er zit al heel veel suiker en heel veel zuur in. Ja. Dus ja, hij heeft die smaak al, je hoeft hem alleen nog maar een beetje af te maken. Ik begin met het spoelen van de rijst. Kijk, je weet het hè, rijst spoel je net zo lang totdat het water helder is, zodat alle zetmelen er vanaf zijn. En dan gaat het niet meer plakken. Ding 2, want we hebben alles klaarstaan, dus we kunnen gelijk door. Is het snijden en het marineren van het varkensvlees. 24Kitchen.nl, daar staan alle hoeveelheden van het receptuur. Dit is weer zo'n Chinees knalgerecht. Dus zorg ervoor dat alles in bakjes staat. In 20 minuten is dit gerecht klaar. Dus de rijstkoker is onze timer. Iedere Chinees heeft dit. En dit wordt echt altijd besteld. Koe lo yuk is echt master. Ketchup, suiker en gembersiroop. Maar in principe is dat al die smaak. En dan heb je nog een beetje bouillon en een beetje gemberpoeder en dan ga je even proeven. Ja, dit is gewoon echt top. En die maïzena, en dat maakt hem af met maïzena. Ja, dat ben je er. Oké, hij gaat aan, dus we moeten gelijk beginnen. 3, 2, 1. Oké, ik begin met het snijden van deze halscarbonade. Waarom halscarbonade? Dat is eigenlijk de varkensnek, want die heeft heel veel smaak. Dat is bij uitstek het beste stukje vlees voor je koe lo yuk. Dus ik snij hem nu in mooie hapklare brokjes. Kan jij hem lekker marineren? Scheppen en schuiven. Oh, lekker sojasausie. Niet te veel, niet te nat worden. Dit is je sesamolie. Even wat gemberpoeder er doorheen, dat is heel lekker. En een klein beetje zout. Stukje zout. En that's it. En dan laten we het marineren. En dan is het zo meteen klaar. Dan beginnen we zo gaan frituren. Dat is de marinade. That's it. Zo, hop. Deze laten we even lekker loungen. Kleine 10 minuutjes, want Perry gaat nu met de saus beginnen. En dan gaan we daarna gaan frituren. Eén knoflook. Zet er vast een pannetje aan, Per. Dit is Nederlands favoriet. Ik heb vorig weekend nog koe lo yuk besteld. Bordje vol. Nee, we hebben twee favoriete restaurants. Tai Wu en de Hunky. Tai Wu is die grote mega Chinees. En die heeft de Bruce Lee Chinees. En dan kan je vanaf 's middags tot 's avonds eten. En als de Tai Wu dicht gaat, dan gaan we naar de Hunky. Dat is de nacht Chinees. En dat is de nacht Chinees. Die is van 5 tot 6 open. 5 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Wij kunnen eigenlijk 24 uur bijna per dag Chinees eten. 18 uur per dag Chinees eten. Ja, heerlijk. De ketchup. Ik weet nu al dat die saus zo lekker gaat worden. Ja? Ja. Een beetje azijn. Pas op met die zuren, want die slaan op je keel. Let op. Serieus? Ja, moet jij maar even met je kop hierboven komen hangen. Ga maar, ruik maar in één keer keihard. Dan slaat op je longen. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Ze hebben gelijk, schrijft hij nu op. Beetje een gemberpoeja. Hartstikke lekker. Even lekker roeren. Suiker. Vop. Gember. Siroop. Heel erg lekker. Hij begint er al, te komen. Een heel klein beetje aanlengen met je bouillon. Hij is zoet. Dit is hem. Maar het is gewoon zoetzure saus. Dit is hem gewoon al. Klaar. Komt ie. Weet je, ik doe lekker dit er allemaal bij. Die gember. En een klein beetje bouillon nog. Klein beetje bouillon. Ja, want hij is echt te hoog zuur. Hij is te hoog zuur. En dan gaan we hem afbinden. Met maïzena. Met die maïzena. Ork, sausbindje met een lepel. Maïzena papje. Water, maïzena. Zie je die saus die kookt? Die is nu nog redelijk vloeibaar. Liquide. Wat je wil hebben is een glimsaus. 1, 2. Let op wat daar gebeurt. En dan één keer blup en dan is die klaar. Hij mag eigenlijk niet meer doorkoken. Dus één keer bloep en dan is die gebonden en dan kan je aan de bak, jongen. Ja, dat was hem. Dat was hem. Dit is zoetzure saus. Klaar. Dan trek je hem van het vuur af en die pan is zo heet en dan gaat hij tot niemand door. Dan wint hij gewoon nog door. Die is klaar. Dat is één. Bam. Ni hao. We zijn sneller dan de rijst. Kijk jongens, die saus, kan je wel zien, die is gebonden. En wanneer is die saus gebonden? Let op hè. Als je een streep kan trekken in je lepel en hij blijft lekker staan. Koe lo yuk. Ik heb een vuurtje aanstaan. Ik ga lekker frituren in de pan. Ik heb hier mijn olie en ik heb hier mijn vlees. Ik heb hier de maïzena, die gaat op het vlees. En die gaan we zo meteen frituren in de wok. Wil je dit voor mij doen? Dan gooi ik alvast mijn olie erbij. Ja hoor. En nogmaals mensen, kijk, ik sta hier weer met een wok vol met olie. Dat ding, als die maar één keer wegschuift. Kijk, ik sta te koken op mijn slippers. Als ik dit over mijn voeten krijg, dan kan ik naar Beverwijk. Kijk alsjeblieft uit met dat vet. Kijk, alle stukjes die zijn nu gekookt. Je hebt die sojasaus en die sesamolie. Alles ruikt hier zo fucking heerlijk. Fucking heerlijk. Fucking lekker. Aha. Weet je wat ik zo tof vind aan de Chinese keuken? Dus je hebt die wok, daar frituren in. Daar stoom je stoommand heb je daarin. Alles. Alles doe je erin. En dat Chinese mes. Kijk, als je naar de Chinese keuken kijkt, ze hebben één mes. Dat is dat hakmes. Ze hebben één pan. Dat is de wok, ja. En een kookpan eventueel voor bouillonnen en dat soort dingen. En een hakblok. En daar kunnen ze alles mee maken. Van de fijnste dumplings tot de gestorte peking-eenden. Die hele keuken is gebaseerd en bedacht op een hakblok en zo'n mes. Maar ja, één mes, één wok, één blok. Klinkt als een politieke partij. Ja. Eén mes, één blok, één wok. Ik ga beginnen met het frituren van de koe lo yuk. Ik heb hier alvast een bakje met papier waar ik ze zo meteen in ga opvangen. En nu ga ik gewoon één voor één op mijn gemakje rustig die blokjes erin laten glijden. Je moet niet te veel vlees in één keer in die olie gooien. Want dan koelt je olie terug en dan gaat hij niet meer bakken, maar dan gaat hij koken. Omdat dan natuurlijk die temperatuur zakt naar de 100 graden. Kijk dan. Nu wordt hij al goudje bruin. Je ruikt gewoon dat varkensvlees. En dat is zo mooi van die halscarbonade. Die heeft een extra dimensie aan smaak. In vergelijking met andere stukken van het varken. Oh. Kijk eens. Kijk, ze beginnen nu mooi droog krokant te worden. Kijk, dit zijn ze. Dit zijn ze. Dit is gewoon krokant. Dan gaan we die verschrikkelijk gevaarlijke wok die gaan we weghalen met die olie. Klaar. Klaar. En niet eruit de buurt blijven, want het ding is levensgevaarlijk. Ze zeggen altijd oliedom en levensgevaarlijk. Nou, dat is ongeveer dit. Garnituurtjes, jongens. Simpeler dan simpel. Een ui. Hoort de bui. Die gaat grof. Dit zijn die stukken die je wil hebben. Als wij Chinees eten, of whatever, dan zitten wij als twee idioten, als soort archeologen, zitten we in zo'n bak met eten te roeren. Te ontpluizen. We zitten gewoon te kijken hoe hebben die gasten dit in godsnaam voor elkaar gekregen. En ze gaan je niks vertellen. Doen ze niet. Dus ja, dan moeten we maar zelf gaan zo ontcijferen hoe ze die gasten dit in godsnaam voor elkaar hebben gekregen. Nee, anders staan er twee Belanda's en Tata's dan even in één keer Chinees te koken op televisie. Ja. Ja. En waarom dan weer groene paprika? Het groene paprika is eigenlijk niet lekker om rauw te eten, maar in zo'n gerecht als dit komt hij helemaal tot zijn recht. Stukjes paprika. Nou ja, gewoon zoiets. Ja. Ik zet de wok alvast aan, yes? Ja. En dan komt de ster van de show. De ananas. En nu gaan weer heel veel mensen thuis, die worden boos en die gaan stijgeren. Kan niet. Je gaat toch geen warme ananas eten kan en niet. Al die shit. Jawel, ja, dat eten wij wel, want dat is gewoon hartstikke lekker. Weet je wat? Ik ga het gewoon zeggen. Pizza Hawaii. Pizza Hawaii. Yes. Yes! Ja. Doei! Ananas, dat is hartstikke lekker, man. Ananas is mijn maat. En ook op die pizza. Ja. Met ham. Ja. Haters, haters. Haters. De wereld is te verdelen tussen twee soorten mensen. En jullie zijn de PvdA? Ja, Partij van de Ananas. Yes! De Partij van de Ananas. Eén mes, één blok, één wok. Dankjewel. Sir, yes sir! Een ennis. Kopje kontje. Even schillen. Oké, Perk, jij bent bijna klaar. Hartje eruit. Dus 1 ui, 1 paprika, 1 ananas. Oké, dan ga ik beginnen met wokken, Per. Ja, dit is echt gekikken. De olie gaat erin, wok is heet. Ik heb hier mijn knoflook, die is langzaam aan het uitbakken. Ik begin nu met de ui, ananas en groene paprika. Die wok ik even om. Het varkensvlees gaat erbij. Het water loopt me in de mond. Het vuur gaat uit en de saus gaat erbij. Alles erbij. Hoppakee. Zo. Hatsa. En we hebben onze koe lo yuk. Dit is hem. Hatsa. Yes, het is hem. Prachtige kleuren. Op de schaal en kijk, kijk, net als bij de Chinees. Oh, hebben we het gewoon weer voor elkaar. Oh, kijk. Oh, bijna een tsunami aan zoetzure saus. Rijst, kijk, die is lekker. Fluffy. Yes. Aan Perry de eer. Jij mag lekker opscheppen. Hou opschepper. Klein beetje rijst en dan lekker scheppen. Lekker erop. Lekker. Ik ga lekker schuiven. Waarom is de Nederlander zo fan van een koe lo yuk? Want in het smaakpalet is het net een frikandel speciaal. Het is gebakken varkensvlees met zoetzure saus en rauwe ui. Hey, check the map. Koe lo yuk, 24Kitchen.nl. Echt simpel, heel simpel gerecht. Super lekker. Ga het alsjeblieft maken. Jongens, tot de volgende. Sajin. Sajin. Bye bye.